Welkom. Dankjewel. Gregg Jonkart van uh, Jonkart en Ziel. Je bent een relatietherapeut en ik ben ontzettend blij dat je hier bent. Ik had het al verteld tegen jou tijdens uh, mijn eerste introductie mailtje van, ja, ik heb je gehoord tijdens een podcast, Digital Waves. Shout out, to Digital Waves op dit moment. <laughs> en ik vond de dingen die je daar zei, die, die ik merkte dat dat, wat is het juiste woord daarvoor, mij in ieder geval integreerde. En ik dacht van, oké, okay, deze vrouw die volgens mij weet ze waar ze het over heeft, klinkt mm -hmm. interessant. Ben ik op je website gaan kijken. En zodoende zit je nu hier en daar ben ik ontzettend blij mee. Leuk, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Ja, voor, voor de mensen die jou niet kennen. Ja. Wat doe je precies? Uh, nou ja, wat je al zei, ik ben relatietherapeut uh, in Amsterdam. Dus ik werk uh, voornamelijk met stellen aan hun relatie. Mm -hmm. uh, soms begeleid ik stellen die uit elkaar willen of die al uit elkaar zijn. Soms doe ik ook single coaching, mensen die graag een stel willen worden. Mm -hmm. uh, doe daar ook wel andere dingen naast, meer individuele coaching maar eigenlijk werk ik denk ik 90% met relaties. Met relaties, ja. ja. Wat zijn de grootste patronen misschien wel waar mensen bij jou voor komen, zou jij zeggen? Wat, wat zijn nou een soort, echt van, van die typische problemen? Typische problemen. Ja. Jeetje, um, nou eigenlijk in iedere relatie ontstaan er een beetje dezelfde soort patronen. Um, en dat heeft denk ik uh, veel te maken met dat je... Uh, ja, verliefd wordt, um, dan alles niet helemaal meer scherp ziet. Mm. Uh, en op een gegeven moment natuurlijk, ja, de dingen weer normaal worden. Mensen uh, veel gaan invullen voor elkaar, niet per se meer heel goed communiceren. Ja. Um, en dan eigenlijk, uh, ja, een soort van uh, beeld of zo van zichzelf op de ander projecteren. Mm. Daar gaan we het later vast nog meer over hebben, want dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Ja. Um, maar wat een veel voorkomend uh, patroon is, is bijvoorbeeld dat de één... Uh, klaagt over niet gezien worden, niet belangrijk worden gevonden, niet uh, genoeg aandacht of verbinding kunnen krijgen. Terwijl de ander, want die roept dat dan bijvoorbeeld tegen de partner, en mm -hmm. de ander juist het gevoel heeft, ja ik kan ook niks goed doen. Ja. En je hebt altijd kritiek. Uh, ja. Nou, dat is denk ik wel de meest voorkomende. En zo zijn er een paar uh, waar eigenlijk iedereen wel vroeg of laat mee te maken krijgt. Ja. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vorm, niet iedereen heeft deze, maar ja, ja. zeker. Ja, het is een beetje onoverkombaar. Hmm. En zo'n patroon zoals ik voel mij niet gezien, wat wellicht ook wel een, ja, tot een zeker per percentage een oorsprong vindt in de daadwerkelijke situatie, maar vaak is het, zoals je zegt, ook een soort projectie van wat jij ja, wellicht uit het verleden meegemaakt op uh -huh. de situatie zoals die is. Uh, zo'n patroon, hoe ontstaat dat in een, in een mensenleven? Waar komt dat vandaan? Het heeft veel te maken met vroeger. Hmm. Altijd maar vroeger. Altijd weer vroeger, oh. jeugd. Um, nou ja, ja, dat is best een lang verhaal. Um, ja, we hebben heel lange tijd. Maar, ja hoor, ga lekker van okay. start. Ja, ik vertel vaak als mensen komen eerst iets over, over je brein, want dat herkennen ze vaak heel goed, hoe dat werkt. Mm -hmm. um, en ik gebruik dan altijd een handmodel, maar dat is in een podcast een beetje lastig. <laughs> ik doe ja. het toch, ja, dan kan ja, ik het zeker. natuurlijker vertellen. Er zijn voor kijkers jou. ook, dus ja, oh ja, als, dat wat dat, dat betreft... Wat kijkers. Kijkers. Mm -hmm. Um, nou, dus het helpt namelijk heel erg, geeft mensen houvast om te begrijpen wat er gebeurt, merk ik. Ja. Dus uh, je brein heeft eigenlijk grofweg drie delen. Uh, ga ik even om de microfoon in. Hier zit je uh, hersenstam en dan is hier zit je reptiele brein. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ja, het oudste brein wat we hebben, de reptielen hebben dat ook, en daar zit je basisinstinct. Voor de mensen die luisteren, je reptiele brein wordt vertegenwoordigd door de pols op dit moment. En dan het soort zoogdierenbrein wat er overheen ligt, moet ik dat ja. zo zien? Dat, dat is een beetje ja, je handpalm. Ja, dat, nou dat ligt duim. hier. Ah. Dus hier ligt het reptiele brein, hier ah. ligt het zoogdierenbrein. Ah, okay. En dan zit het nieuwe brein, dus eigenlijk wat ons mens maakt, mm -hmm. um, dat onderscheidt ons van de zoogdieren, zit er overheen. Ah, Oké, okay. dus reptiele brein is meer handpalm. Dan vouw je de duim als het ware erin en ja. dat vormt het zoogdierenbrein. En daaromheen vouw je de vingers en dan heb je het, de cortex, de, neocortex, de dat neocortex. soort nieuwe ja, het nieuwe brein. Ja. ja precies En die drie delen, nou ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk, want wij... Reageren veel vanuit ons brein. Um, dat reptiele brein is uh, het basisinstinct en houdt zich bezig met overleven. Dus daar zitten veel uh, lichaamsfuncties. Uh, ademhaling, bloedsomloop, hartslag, nou ja, al die basisprogramma's waar je niet over na hoeft te denken mm -hmm. gelukkig. Ja. Want anders zouden we echt alleen nog maar dat moeten doen. Um, en daar zitten ook je primaire reacties op gevaar. Dus als je je hand op een gloeiende plaat legt, bijvoorbeeld, nou ja, dan trek je die terug. Dan hoef je niet over na te denken. Dat gebeurt. Ja. En dat, dat doen we ook eigenlijk allemaal. Want we zijn natuurlijk allemaal mensen, dus ergens in ons programma is duidelijk dat dat geen goed idee is om te doen. Ja. Um, en daar zitten ook de basisreacties: vechten, vluchten, vriezen geregeld. Mm -hmm. We zijn natuurlijk zoogdieren, dus ook wij reageren op die manier. Um, en daarin, nou ja, daar zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje gelijk hoe we reageren. Maar dan hebben we hier dus dat zoogdierenbrein, um, en dat ontwikkelt zich vanaf de geboorte. Um, dat kan je eigenlijk zien bij een baby. Een baby is natuurlijk voornamelijk reptiele brein. De eerste dagen, die doet alles vanzelf. Die gaat vanzelf op zoek naar een borst, bijvoorbeeld, om uit te drinken. Mm. Um, en dan is dat zoogdierenbrein, dat vult zich met informatie. Dus alles wat je daarna meemaakt, wordt eigenlijk door dat zoogdierenbrein bekeken. Uh, en nou ja, uh, daar wordt een labeltje aangehangen van dit is fijn en veilig, of dit is niet fijn en niet veilig. Uh, ik zie altijd een soort van twee laadjes voor me. Er zijn er vast meer hoor, maar die zijn vooral belangrijk met allemaal gebeurtenissen die worden gelabeld als, ja, dat is fijn en veilig en daar wil ik dus meer van. En mm. allerlei gebeurtenissen, van dat, daar moet ik van weg blijven. En door dat zoogdierenbrein, uh, dat stuurt je emoties aan. Eigenlijk zijn emoties zijn een beetje de wegwijzer van wat je moet doen. Dus als je in die veilige plek komt, dan krijg je fijne emoties, positieve emoties, zodat je weet, hé, hey, nou, mm. je moet blijven. Uh, en negatieve emoties, die geven eigenlijk aan, hé, hey, er dreigt gevaar of er is iets wat niet goed voor je is. Er wordt ergens een grens overgegaan. Uh, dus je moet iets doen. Mm -hmm. Nou, die twee samen, dat noemen we het oude brein, dat is eigenlijk je onderbewuste, die werken samen om je leven te houden. De hele tijd. Die is altijd uh, op de achtergrond aanwezig en is de hele Fijn. tijd aan het inschatten. Ja. Mm -hmm. nou ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer er dus automatisch hier zit opgeslagen. En dat is natuurlijk handig. Want um, nou ja, een babytje, nogmaals, die, die kan wel een uur naar een pluisje kijken in ja. een vloerkleed. En daar helemaal in opgaan. Nou, wij zijn inmiddels iets verder. We hebben dat pluisje, nou, dat hebben we wel gezien. Dus ja. <laughs> we weten al een beetje wat we moeten met een pluisje. Ja. Uh, dus wij als volwassenen, onze wereld kan veel groter. Daardoor kunnen we een beetje nou ja, kunnen we omgaan met dit complexe geheel van informatie, mm -hmm. omdat er dus heel veel automatisch gebeurt. Nou, dan hebben we dus dat nieuwe brein wat ons mens maakt, dat noemen we dus het bewuste. Mm -hmm. Daar zitten wij nu mee te praten. Um, en daar, ja, dat onderscheidt ons van honden en katten. Um, daarmee kunnen wij podcasts opnemen, om maar wat te noemen. Mm -hmm. Gaan studeren of piano spelen. Nou, al die dingen die Denk wij ik toch dat ik als dat, mens kunnen, dat brein ook heb. dat ik dat ontwikkeld heb. Ja. Dat heb jij. Gelukkig zeker ontwikkeld. Gelukkig ja. Je, het is toch fijn die bevestiging. Nou, hier zit ook je kennis, boeken lezen, mm. vermogen tot taal. Mm. Uh, dat doe jij ook allemaal. Ja. Heel veel. <laughs> um, nou, ja, wat hier wel heel belangrijk is in zijn relaties, is hier, uh, hier zit ons zelfbewustzijn. Dus hiermee, met dit brein, kunnen we onszelf waarnemen. Um, en nou ja, over onszelf nadenken en ook onszelf min of meer aansturen. Hmm. Ik zeg even min of meer, omdat het niet altijd lukt, maar ja. het wel. En met dit brein hebben we ook het concept dat een ander een ander is dan wij. Uh, en mogelijk ook iets anders ervaart dan wij. Of iets anders voelt of iets anders vindt dan wij. Dat is op zich in relaties best wel handig. Ja. Ja. Daarmee kan je dus oversteken en ook nou ja, in de andersen schoenen staan en, mm. en daarmee kijken van oh ja, zo ervaar jij het dus. Is dat de the theory of mind? Dat we echt dat we kunnen verplaatsen en iemand anders en beseffen ja. dat hij misschien een eigen willetje heeft, eigen ja. verlangen, behoeftes? Dat dat iemand anders is mm. dan jezelf. Je ja, dat ontwikkelt dus langzaamaan in je leven. In ja, de eerste nee. paar jaren heb je dat nog niet. Um, wat ook belangrijk is, is dat dit brein tijdsbesef heeft. Want het oude brein heeft dat niet. Voor het oude brein is alles nu. Ja. Um, terwijl dit brein kan daar onderscheid in maken. En daarmee kan je bijvoorbeeld relativeren. Dus misschien dat je in een situatie komt waarvan je wel herinnert... dat je dat twintig jaar geleden ook hebt gehad. Dat dat niet fijn was. Mm -hmm. Maar dit brein, als je in dit brein kan blijven... kan dan je geruststellen en bijvoorbeeld zeggen... oh ja, ik heb wel zoiets meegemaakt, maar dit zijn andere mensen. Een mm. andere persoon. Dus het zegt niet eigenlijk iets over de situatie waar ik nu in zit. Ik hoorde ooit een ontzettend interessant voorbeeld hiervan... Uh, van Bruce Perry, een, um, een trauma-expert mm -hmm. in Amerika. Die vertelde over een jongen die toen hij heel klein was... jaartje of drie, vier, vaak mishandeld werd door zijn vader. Mm -hmm. En later, toen hij uit, uit het gezin was geplaatst... en, en in een, uh, op een, ook op een andere school terechtkwam... kreeg hij een mannelijke leraar, een docent. En op bepaalde momenten... Dan kreeg hij hele agressieve neigingen ten opzichte van die docent. Ja. En Bruce Perry werd ingeschakeld en hij ging dat bekijken van oké, okay, hoe kan dit nou precies? En hij ging gewoon observeren wat er in die klas gebeurde. En hij zag op een gegeven moment op zich, als de docent ver weg is, valt het allemaal wel mee. Maar zodra hij dichterbij komt om bijvoorbeeld te helpen bij huiswerk of wat dan ook, dan is er een trigger. Ja. En waar hij achter kwam, is dat de vader van dat jongetje en die docent dezelfde deodorant gebruikten. En dat ja. die geur heel erg gelinkt was bij hem. Waarschijnlijk dus in die. Uh, in het oude brein aan die mishandeling, aan de angst. En dat hij in een feitmodus terechtkwam. op het moment dat die geur weer ja. bij hem terechtkwam. Ja. En uh, het interessante is, toen heeft Bruce Perry dus dat, met die docent van: hé, hey, ik vermoed dat dit aan de hand is. Zou het interessant vinden om van deodorant te veranderen? Dat heeft hij gedaan. En in een jaar is die relatie tussen die docent en die jongen compleet veranderd. Wow. Dat die trigger weggenomen werd. Ja. Volgens mij is dat een, een heel mooi voorbeeld van hoe, ondanks dat je misschien juist vanuit je cortex. Denkt van ja, waarom heb ik zo'n hekel aan deze man? Of ja. wat gebeurt er bij mij, dat je dat niet helemaal door hebt, omdat het echt vanuit het onderbewuste ja. naar voren komt. Super goed voorbeeld. Ja, want wat er gebeurt in relatie, dit is natuurlijk ook een relatie, is dat zolang je alle twee echt in je nieuw brein bent, nou ja, gaat het meestal wel. Tenminste, je hebt de tools in handen om te verbinden en te communiceren. Ja. En dan kan je het best natuurlijk oneens zijn of of iets niet fijn vinden. Dus je denkt dat vind ik een vervelende opmerking. Maar het blijft nog allemaal binnen de perken. Ja, <laughs> maar um, je oude brein is op de achtergrond actief. Dus bij zo'n jongetje, ja, die pikt iets op, in dit geval een geur. Ja. Uh, het kan ook een, een, een blik zijn. Of een uh, tone of voice, dus een, een bepaalde toon die je hoort. Ja. Uh, of uh, nou ja, een situatie die je herkent. Allemaal dingen die in het zoogdierenbrein zijn opgeslagen. En in dit geval in dat laat je van va onveilig dus hebben gezeten voor de voor die jongen. Dan neemt je zoogdierenbrein het over. Want het gaat over overleven. Dus mm. leuk dat je in je nieuwe brein van alles kan, podcast kan maken. Uh, echt leuk, maar heb je niks aan voor je overleving. Ja. <laughs> dus dat zoogdierenbrein geeft een alarm af. En eigenlijk wat er dan gebeurt is, ik noem het altijd maar, dat je brein flipt. Dus dat, dat nieuwe brein, dat wordt eigenlijk uitgeschakeld tijdelijk. En dat oude brein neemt het over en gaat vechten, vluchten, vriezen. Uh, of een vorm daarvan. Um, maar. Vaak, dus op basis eigenlijk van oude informatie. Mm. Omdat die koppeling in dit geval niet deodorant en gevaar aan elkaar zit. En ja, dan gebeurt dat dus. Mm -hmm. En in relaties gebeurt dat ook. Uh, vaak ook. Ja, <laughs> veel. <absoluut>. Ja, <laughs> want er zit zoveel in dat brein, zoogdierenbrein opgeslagen, dat vaak helemaal niet de bedoeling is van de ander. Het is natuurlijk goed, hè? Kijk, als de ander echt ge een gevaar is. Um, mm -hmm bij huiselijk geweld of zo, dan is het natuurlijk prima dat dat brein flipt en zegt, hé, hey, ik ben in gevaar. Ja. Um, maar veel vaker gebeuren dit soort dingen. Dus een geur of een blik of um, ja, een situatie die jouw brein een betekenis aangeeft, ja. die eigenlijk gaat over iets van vroeger. Ja, een projectie van die oude associaties als het ware ja, op het gedrag. Precies. Dus of dit de situatie. is ook een beeld eigenlijk mm -hmm. bij, bij dat jongetje. Dat beeldzaam ja. beeld zei aan het begin. Zeker. En nou ja, Dan kan je, je waarschijnlijk voorstellen dat als dat in een relatie gebeurt... dat de een dat zoogdierenbrein ineens iets oppikt wat het markeert als gevaarlijk. En dan dus flipt. Nou, stel, dat is een, een vechtend type vechter. Dus dat is iemand die gaat er iets aan doen. Hoogstwaarschijnlijk door... Nou ja, de meeste mensen vechten niet echt, maar bekvechten. Ja. En jij ook altijd. Nou ja. mm. um, meestal ja, flipt de ander dan ook. Ja. Want die voelt natuurlijk ook aan met, met dat zoogdierenbrein. Oh, het is een gevaarlijke situatie. Ja. Uh, en dan kan het zijn dat je eigenlijk in een heel normaal gesprek zit. En echt in een split second. in één keer in een ruzie uh, stellen. Zeg ook vaak: ja, dan gaan we weer. Weet je, mm. het is vaak ook iets wat vaker terugkomt. Mm. Ja, een bepaald patroon. waarvan ze al lang weten: oh, dan gaan we weer. Dus kunnen ze het niet meer stoppen. En ze weten eigenlijk ook al. alle stappen die er daarna gaan komen. het ja. is hetzelfde cirkeltje. Ja, elke keer weer. Ik denk voor ontzettend veel mensen herkenbaar van: dit is. Bijvoorbeeld een exacte dynamiek die ik in mijn eigen relatie ondervind. Uh, altijd als ik thuis kom, dan uh, krijg ik misschien geen warme begroeting van, uh, van mijn partner... omdat hij tv kijkt of zo. Wat voor hem misschien ja, is dat gewoon even in gedachten wegverzonken. Maar voor mij doet dat me zonder vaak onbewust ja. uh, heel erg afgewezen voelen of niet gehoord voelen, niet gezien worden. Wat vaak weer voortkomt uit dingen dus uit het verleden als het ware. Ja. En, en als iemand dan met dat soort patronen bij jou komt en dus ze hebben iets geïdentificeerd van, nou, dit is het probleem. En jij weet dan vaak al van... Ja, dat is het aan de oppervlakte. Waarschijnlijk zitten er nog dingen onder waardoor dit zo'n probleem voor jullie is geworden. Ja. Wat zijn dan de, de stappen die je met dat soort mensen met stelletjes onderneemt? Ja, nou eerst leg ik dat brein uit. Vaak ja. uh, snappen mensen dat ook. En kijken mm. we gewoon hoe, hoe flip je. Want mm. nou ja, ik noemde al even de ene is misschien meer een vechter. We noemen dat ook wel maximizers. Dus um, dat zijn mensen, ja, die, die gaan veel emoties ervaren. Die maken zich groot. En die willen de verbinding herstellen. Dus mm. die gaan op de partner af. Um, of nou ja, laten we zeggen, het is een toenaderende beweging. En die willen in gesprek en die willen in discussie en gelijk halen. Nou ja, toenaderende ja. beweging noem ik dat maar even. Um, voor de andere partner voelt dat natuurlijk niet zo, maar het is eigenlijk bedoeld om de verbinding te herstellen. Ja. Om de veiligheid terug te krijgen. Dan wordt het ook meteen een stuk zachter als je het zo kan labelen. Ja. Ja. <laughs> um, maar je hebt natuurlijk ook nou ja, de vluchters of bevriezers. Vaak is bevriezen even een soort tussenfase en, en uh, vluchten mensen daarna alsnog. Mm -hmm. um, nou ja, die gaan uit contact. Of ze lopen letterlijk weg. Um, word, zou jij zeggen, een bevriezer herken ik heel erg als meestal, de dynamiek die ik natuurlijk bij me krijg, omdat veel meer vrouwen om advies vragen, zeggen ze bijvoorbeeld, ja, dan wil ik over een emotioneel probleem bijvoorbeeld praten met mijn partner en hij zit er dan gewoon. Hij zegt niks, hij kan niks. Ja, hij is er niet. Hij, hij klapt een soort van dicht. Ja. En dan vraag ik van ja, wat denk je, wat voel je? En dan zegt hij, ik weet het niet. Gewoon, ja. Ja. Dat soort reacties krijg ik dan terug. En soms inderdaad, als dat dat lang doorgaat en de druk loopt op, ik moet even een rondje lopen, ik moet even weg, ja. even, even genoeg voor nu. Ja, hmm. ja, dat, dat dat patroon. Ja. Vriezen, vluchten. En dan zou je we noemen dat de minimizers. Ja. ja. Dus die die gaan juist omlaag in emotie. Dat wordt kleiner, die sluiten zich af, die willen vaak ja. ruimte, time out. Ja. Uh, laten we, ja, die zijn ook aan het werk voor de verbinding. Alleen ja. die hebben het omgekeerde geleerd. Dus die hebben meer in hun systeem staan. Oeh, laten we nou. Even rustig aan, kalm aan, want anders loopt het nog meer uit de hand. Hmm. Dus die zorgen voor de relatie door het niet te laten escaleren. Ja. Um, en dat bespreken we vaak, want dat geeft al wel een andere kijk op de dingen. Omdat natuurlijk, ja. als je dat hebt, dat is ook het meest voorkomende patroon, een vechter en een vluchter. Dat ja. komt wel het meest voor. Je hebt natuurlijk ook twee vechters, de bekvechters, noem ik ze dan maar even, ja. bij, dus de, de kibbelende stellen. <laughs> je hebt ook twee vluchters. Um, die zie ik minder. Want daarvan is het minder logisch dat iemand ja. het positief neemt. zoiets ja. te doen. is, dus dat zijn de mensen, nou ja, als dat als het problematisch is, hè, dan, dan zijn ze al jaren bij elkaar, maar er wordt eigenlijk is helemaal geen verbinding meer. Um, maar het meest voorkomend is een, een, een vechter en een vluchter samen of een maximizer en een minimizer. Nou, dan doet de ander echt het omgekeerde van waar jij je veilig bij voelt. Mm. Uh, en dat is natuurlijk vreselijk, want dat, ja, dat maakt het alleen maar erger. Daar kom je ook niet goed uit. Uh, en dan helpt het al wel als je kan zien dat de ander ook hard aan het werk is. Om nou ja, het goede te doen. Ja. Alleen het, ja, dus iets anders geleerd heeft. Ja, wat wellicht al een stukje van de trigger wegneemt voor beide partijen. Omdat ze zien van het gedrag komt daar en daar vandaan. En ik kan er nu ook meer begrip voor opbrengen. En ze doen het niet per se om mij pijn te doen. Maar het is een soort ja. dynamiek die wij waar ik ook weer met mijn reactie en bijdrage. Ja. En als we dit allebei door hebben, we kunnen dit bespreekbaar maken met elkaar, is er wellicht een opening om te groeien, om er anders mee om te gaan. Ja, het is in ieder geval een stap naar wat meer bewustwording ja. van de ander, maar ook van je eigen rol. Um, en wat, kijk, als je echt getriggerd bent, of geflipt dus, getriggerd bent. Ja, dan lukt praten eigenlijk niet goed. Mm. Want je hebt de toolbox niet meer. Ja. Die tools van over kunnen steken en zelfbewustzijn, relativeringsvermogen, ja, als dat weg is, is het ook niet heel erg helpend. Ja, en dus, je gaat ook meer vanuit het oude brein reageren op elkaar, als het ware. Als je getriggerd bent. Ja, precies. ja en kijk, je hebt ook gewone irritaties. Ja. Je kan natuurlijk ook ja, gewoon uh, iets vervelend vinden wat je partner doet, of, of die zegt iets onhandigs en dat raakt. Maar als je niet echt geflipt bent, kan je zeggen: hé, hey, dat vind ik niet leuk. Ja, exact. Weet je, en dan, dan zijn er wel wat emoties, maar het gaat allemaal wel. Mm -hmm. Maar dat is echt iets anders dan als je flipt. Ja. En, en ik, 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 ik kijk ook naar mensen, dus hoe flip je? Maar ook wat voel je dan? Hoe, zit, hoe ervaar je dat in je lichaam? Ja. Uh, ik ben zelf een vluchter, dus ik voel ook echt ja, mezelf een soort koud worden. En ik wil gewoon weg, ik wil afstand nemen. Uh, de boel gaat echt op slot. Ik kan ook niet goed meer praten, mijn mm. keel knijpt dicht. Dus, nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen ook lichamelijke waarnemingen. En dat helpt ook heel erg om die goed te kunnen ja, voelen. Absoluut. Want dat is je signaal. Oh ja, als ik dit meemaak, oh dan ben ik waarschijnlijk geflipt. Ja. Oh, dan moet ik misschien eerst. En dat is, altijd als ik dat zeg, dan worden de, 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 de vluchters, ik noem ze ook wel de schildpadden, overigens, de, de chimpansees en de schildpadden. Mm -hmm. Die worden dan altijd een beetje blij, want ik denk ja, eigenlijk wat je nodig hebt, is dus toch een soort van time-out. Ja. En die denken dan yes. Ja. <laughs> <laughs> um, mm. Ik geef wel cursus cursussen en dan verdeel ik de groep in de, in de schildpadden en de chimpansees. Mm. Of althans, zij verdelen zichzelf natuurlijk waar je het meest um, uh, mee hebt. Ja. En dan uh, geven ze een presentatie aan elkaar en dan. Uh, nou, een van de laatste keren was uh, een van nou, de stoerste schildpad. Die was dus aan uh, een presentatie aan het geven. Uh, On half of de groep van aan de chimpansees van nou, wat wij dan doen en wat wij dan nodig hebben. En die zei ja, je moet ons gewoon even met rust laten. Gewoon even twintig minuutjes. Want dan uh, kunnen we daarna wel weer in gesprek. En toen bleef het even stil en toen zei een andere schildpad... ja, of niet, want als je dat vergeet, dan vinden wij dat ook niet zo erg. <laughs> en die, 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 die chimpansee ging helemaal los. Ja. ja, maar dat is het nou juist. Je, jullie luisteren nooit. En... Nou, ja. ik, ik hoor ook echt een soort chimpansee kreten voor me... en ik zie schildpadden staan in mijn visualisatie van, van ja. dit verhaal. Ja, ik, het, is, uh, ik, het is heel herkenbaar, ja. Uh. ja dus je moet even afstand is goed... Want flippen helpt niet. En dat ja. duurt, schijnt zo'n beetje 20 tot 30 minuten te duren. Ja. Um, dus ik kijk dan met mensen, goh, wat kan je doen dan om, om even jezelf te kalmeren. Maar daarna moet je wel weer die verbinding zoeken. Mm. Dat ook voor de chimpansees, maar natuurlijk ook voor de schildpadden. Ja. Uh, om het weer op te zoeken. Want je moet de ruimte weer veilig maken. Nou, en en dan begint eigenlijk het echte werk. <laughs> ja. Dan gaan we kijken, goh, wat. Uh, waar flip je eigenlijk door? Wat zit er dus in jouw brein opgeslagen, in je zoogdierenbrein, waardoor je überhaupt flipt en ook bij je partner? Ja. Uh, en ik werk met een heel uh, systeem vanuit imagotherapie. Ik werk met EFT en imagotherapie. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een heel helder stappenplan voor stellen hoe ze um, echt een veilige plek tussen hun in kunnen maken, uh, waardoor ze in gesprek kunnen en zich kunnen verbinden. En kijk, ook schildpadden moeten zich veilig voelen. Die durven dat vaak niet. Of mm -hmm. die hebben, hebben dingen in hun programma staan. waardoor dat heel spannend is. Maar chimpansees natuurlijk eigenlijk ook. Dat ziet er niet zo uit. Want dat lijkt alsof die heel gemakkelijk praten. en heel gemakkelijk verbinding leggen. Maar dat doen ze vaak vanuit een geflipt yeah. uh, En dan creëren ze eigenlijk ook geen verbinding. Je jaagt natuurlijk die ander ook weg. Yeah. Dus, nou ja. Dus daar kan ik nog heel veel over vertellen. Maar daar help ik mensen bij. zodat ze zelf. Um, Vanuit een, een, een toegankelijkheid en betrokkenheid en veiligheid met elkaar in gesprek kunnen. En elke keer dat dat lukt, ja dan, dan flippen ze daarna minder. Hmm. Ja, en een van de dingen die daar natuurlijk het belang is, heel belangrijk bij zijn, is dat je je emoties kunt reguleren op het moment dat die trigger er is, zodat je niet alleen maar in dat oude brein gaat zitten, maar de verbinding houdt met een soort van nadenkende, overzichtelijke kanten van je brein, dus eigenlijk het nieuwe brein zodat je eh, niet vanuit dat geflipte brein gaat reageren, maar dus weer kalm bent en dan het gesprek aangaat als het ware, als beide partijen daar op die manier klaar voor zijn. Ja. Ja. Mm, in een ja, soort ideaal plaatje van de wereld heb je natuurlijk een soort van je kernregulatiesystemen in je brein op een prettige manier ontwikkeld gedurende de jeugd. Je leert wellicht in je eerste tienerrelaties, begin twintiger uh, relaties op uh, wat jouw trigger zal wat zijn in relaties, hoe je dat soort ongemakkelijke gesprekken gaat voeren. En zo ontwikkel je als het ware een soort van relatievaardigheden, waarmee je hopelijk, als je dan iemand tegenkomt waarmee je een gezin wil starten en uh, het leven samen tegemoet wil treden, ja. dat je dat redelijk onder elkaar hebt en dan met elkaar nog steeds daarin verder blijft groeien. Want er zijn natuurlijk elke levensfase weer nieuwe uitdagingen, persoonlijke problemen, noem maar op. Dat is een soort van, ja, hoe zou je het zeggen, een soort blauwdruk van hoe het... Ideaal zou ja. lopen, wellicht. Ja. Uh, helaas is de realiteit natuurlijk dat veel mensen met uh, allerlei moeilijkheden zitten en waarmee ze zijn opgegroeid. Het uh, kan in de hechtingstijl zitten, het kan in traumatische ervaringen zitten die ze hebben meegemaakt. Ja. Krijg je ook mensen bij je die van een wat heftigere kant zitten en die wellicht überhaupt emotie reguleren al vrij lastig vinden. Ja, en, en bewandel je met hen dan een soort zelfde pad? Laten we even het heel zwart simpel maken, gewoon voor een gedachtexperiment. Die mensen zijn onveilig gehecht versus veilig hechte mensen. Merk je daar nog een groot verschil in? In hoe de EFT of de imagotherapie aanslaat? Of zijn er dan nuances? Ja, het, het, um, alles heftiger. Hmm. Dus als mensen veilig gehecht zijn, hebben ze in principe dus een, een veiligere basis. Ja. Um, en zullen ze minder triggers hebben, als waarschijnlijk, of minder heftige triggers hebben. Ik denk, de patronen zijn er nog steeds. Ja. Maar het is allemaal wat kleiner en uh, makkelijker oplosbaar. En, en vaker is het, is het makkelijker om je emoties te reguleren. Dus net even die stap... Um, kijk, emoties wijzen je ook de weg, hè. Dus het is niet per se dat ze er niet... Juist niet dat ze er niet moeten zijn. Het heet ook niet voor niks Emotionally Focused Therapy. Ja. Um, Um, maar als ze totaal de overhand nemen, dan werkt het vaak niet zo ja. lekker. Dus, dus de overweldiging, als het ware, dat je wordt overgenomen door de emotie en vanuit een soort emotionele staat gaat reageren op ja. alles. Ja. En dus in het oude brein zit. Dan zit je, ja, precies. Dan zit je in het oude brein. Ja. word je gestuurd door het oude brein. Mm -hmm. En dan is regulatie natuurlijk helpend, omdat er anders ja niet echt een gesprek mogelijk is. Mm -hmm. um, maar je emoties wijzen ook de weg, want die geven dus aan eigenlijk waar je behoeftes liggen. Dat is de weg naar beneden, uh, naar waar je behoeftes liggen. Mm. Maar daar komen we misschien zo op. Mm -hmm. <laughs> um, als mensen echt heel onveilig gehecht zijn of, of trauma's hebben die daarna zijn gekomen, ja, dan zitten ze veel in hun uh, oude brein. Misschien zelfs wel, nou ja, echt veel, zeg maar. Mm. <laughs> Niet eens alleen in de relatie, maar gewoon de hele dag. Ja. Uh, als je echt heel onveilig hebt, dan heeft dat heel veel invloed, invloed op je algemene gevoel van veiligheid. Ja. Dus je niet alleen in je partnerrelatie, maar overal je ja. veel onveiliger voelen. En dat is natuurlijk super vermoeiend. Ja. Dan eigenlijk krijg je de hele tijd het signaal van gevaar. Mm -hmm. uh, en, en dan doen we hetzelfde, maar het zijn kleinere stapjes. Dus... Um, ja, dan, dan gaan we niet gelijk hele gesprekken voeren, maar hele korte stukjes bijvoorbeeld. En ook veel meer, nog, nog veel meer lijfelijk werk. Mm. Echt het verschil leren voelen tussen uh, wanneer je vanuit je oude brein reageert of wanneer je nog uh, in je nieuw brein zit. Dat is dan eigenlijk ja. al een eerste stap. Ja. En die schakeling dat geeft een soort afstand. Dat, dat ze net iets meer in staat zijn om zichzelf te kunnen waarnemen. Ja. En dat heb je natuurlijk nodig. En. Um, dus dat lichamelijk is heel belangrijk en ook het, het leren kennen van je verhaal, um, want dat doet dat brein. Dus nou ja, die deo bijvoorbeeld van dat jongetje, daar zit dus een verhaal aan vast. Mm -hmm. uh, en zo hebben we allemaal allerlei verhalen, uh, mm -hmm. vaak dus op, op hechtingsniveau, over niet belangrijk zijn, uh, niet geliefd zijn. Um, uh, en het is belangrijk om die te leren kennen, omdat je dat steeds op, op, op situaties plakt. En op een gegeven moment kan je gaan zien, oh wacht eens even, dat ligt misschien niet aan dat die partner mij niet belangrijk vindt. Maar dat is mijn oude verhaal, wat ik ja. overal mee naartoe neem. En daardoor heb ik steeds de ervaring dat iedereen mij niet belangrijk vindt. Ja. Dus ja, je moet een stuk afstand creëren. Ja, het is een, een van de meest beeldende uh, voorbeelden die ik ooit zelf in coaching bij me kreeg. Als een dame die een ex had die vreemd was gegaan bij haar. En inmiddels zat ze in een nieuwe relatie. En ze zat nog zo erg met het wantrouwen ten opzichte van mannen, wat ook voortkwam uit. Ze was gepest op school, had een laag zelfbeeld, een uh, gezinsdynamiek waarin ze niet met haar emoties bij haar ouders terecht kon. Dus ze was heel erg naar binnen getrokken en noem maar op. Ze zat een heel groot oud vrouw aan vast. En zij kwam op een gegeven moment uh, bij haar vriend in de ochtend, de vrijdagochtend. En ze zag twee pizzadozen in de brullenbak. Nou, wij Ach. denken gewoon twee pizzadozen, weet je wel. Oh, en ja. bij haar was het eerste wat ze dacht, twee pizzadozen. Het moeten twee mensen zijn geweest. Gisteravond was hier een andere vrouw. Ja. Haar brein ging Verhaal. in één keer daar <laughs> naartoe. Ja, gigantische projectie op die situatie. Ja. En ze wat, zat daar dan direct natuurlijk in fight-or-flight mode. Gewoon stress, van oh nee, uh, zie je nou wel, het is toch vreemd gegaan. Haar brein was eigenlijk, dit is maar een voorbeeld, continu aan het scannen naar bepaalde voorbeelden dat, of uh, signalen dat die man toch bij haar vreemd ging. Ja. Waardoor hij ook op een gegeven moment bij haar zei van... ja, ik kan dit gewoon niet meer aan. Ik, ik kan niet bewijzen aan jou dat ik loyaal ben en dat, het, dat ik nou gewoon... Maar het bewijzen dat ben. je niet vreemd gaat, hè? Ja. Dat is zo lastig. Ja, <laughs> ja. <laughs> precies. Ja. Uh, en dat was voor mij echt zo'n duidelijk voorbeeld... van ja. hoe sterk zo'n oud verhaal en de, uh, jouw realiteit gaat bepalen. We hebben natuurlijk allemaal ons eigen, ons eigen verhaal... wat we de hele tijd vaak onbewust op situaties aan het plakken zijn. En wat je zegt... Is daar dus eerst bewustzijn over creëren, ook van dat je dat überhaupt door gaat hebben, van, oh wacht eens even. Uh, persoon... Maar je speelt er zelf een rol in. Dus mm -hmm. er zijn twee he dingen heel interessant aan. Is, we, we, we voelen ons aangetrokken tot mensen, tot wat je kent. Ja. Dus we zijn geneigd om verliefd te worden op mensen die passen bij ons verhaal of onze blauwdruk. Ja. Waarschijnlijk had deze dame, uh, nou ja, ze, ze werd gepest, misschien ook vroeger ergens. Iets opgelopen van niet belangrijk zijn. Ja, dus zoiets ja. zit dan in een systeem. Um, en je wordt verliefd omdat je brein uh, uh, iets herkent van liefde. Ik bedoel, ook als er als het een puinhoop was thuis, vroeger was er natuurlijk ook over het algemeen liefde. Dat is ja. de eerste liefde die je kent en dan ga je op zoek naar iets wat daarop lijkt. En als er, uh, als er liefde was, maar het was ook gecombineerd met gevaar of met dus het gevoel niet, niet echt belangrijk te zijn. Of, nou ja, zo'n soort verhaal, dan worden we verliefd op mensen die ons datzelfde gevoel geven. Ja. Dus daar is natuurlijk al een beetje een probleem, uh, vooral voor mensen die echt heel veel hebben meegemaakt, is dat echt wel ja, eigenlijk al een soort alarm dat het heel goed zou kunnen dat je dus mensen aantrekt die eigenlijk niet goed voor je zijn, omdat ze weer hetzelfde soort uh, dynamiek zullen creëren. Met jou ja. natuurlijk, je zit er zelf in, maar ik bedoel dan, je wordt bevestigd. Ja. Um, en we hebben ook de neiging om hetzelfde te gaan creëren. De saboteur noemen we dat ook wel. Dat is eigenlijk wat jij net zegt. Mm -hmm. Dus er is misschien helemaal niks aan de hand. Maar omdat je alleen maar bezig bent met de overtuiging... dat die ander jou niet belangrijk vindt en dus wel vreemd zal gaan enzovoorts... nou ja, dan ga je overal dingen achterzoeken. Dan kan ik me voorstellen of een partner wordt daar gewoon heel boos van... en denkt op een gegeven moment, weet je, zoek het uit. Of gaat bijvoorbeeld zelf vanuit een andere... Um, die zelf een pijnplek heeft op uh, uh, ja, niet gewaardeerd wordt of zo. Bijvoorbeeld heel hard zijn best doen. Of de hele tijd maar laten zien dat hij wel goed is. Maar dan zo overdreven dat het ook niet meer natuurlijk is. En dat die ander dan nou ja, daar weer helemaal op getriggerd wordt. Snap je? Ja, zeker. hij gaat ook weer vanuit een eigen patroon. wat versterkt wordt door de dynamiek. Ja, leven. ja, of niks meer zeggen. Want die denkt op een gegeven moment, ja, elke keer als ik iets aan je vertel, dan denk je dat er iets aan de hand is. Dus dan vertel ik wel niks meer. Ja. Maar ja, dan vervolgens gaat er natuurlijk ook daarin weer iets mis. Dus een saboteur is geneigd om de situatie te creëren waar je eigenlijk bang voor bent. Mm. Dus hoe meer je, ja, even heel stom gezegd, maar hoe meer je bezig bent met je partner dat die vreemd gaat, <laughs> hoe, hoe eigenlijk hoe groter de kans is dat ja. het gebeurt. Ja, 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 dat is een beetje lullig om te zeggen misschien. Nou, ja, ik denk dat het dat belangrijk het is. is dat mensen dit soort dynamieken echt door gaan krijgen bij zichzelf. Van, oh, ik draag hier zelf bijna. Uh, nou, het is hetzelfde als van, ik wil mijn partner niet pijn doen, dus ik vertel niet alles. En juist daardoor zeg je misschien een keer niet dat iets, iets best wel onbenulligs was gebeurd. Misschien er iemand met je, kreeg je een, uh, een berichtje van een ex of wat dan ook. En je, je wil er echt niks mee, dus je hebt het ook gewoon goed afgehandeld. Van, uh, hey, sorry, maar nee. Mm -hmm. Maar je partner komt er dan toch achter en denkt, hé hey, je hebt het niet gezegd. En juist daardoor is dan een vertrouwensbreuk. En het ja. zijn dit soort patronen volgens mij, waarmee uh, als je dat gewoon eigenlijk vanuit een soort radicale eerlijkheid met je partner kan communiceren, waarmee je heel veel van dit soort problemen er niet kan doen. En hetzelfde is ook, ik, ik had laatst een dame bij me die bijvoorbeeld in een relatie zat, waarbij de man steeds meer voor haar ging bepalen. Hele dominante kerel. Uh, ze zat echt wel een, uh, een naartintje aan ook. Uh, op een gegeven moment, je mag niet in een restaurant met een sportbroek of wat dan ook, want eh, dat hoort niet en noem maar op. Anyway, um, wat <laughs> zij ging doen is dat ze zichzelf zo hard ging filteren en een beetje een aangeleerde hulpeloosheid ging vertonen van, maakt niet uit wat ik doe, want ik kan er toch niet tegen in. Dus zelfs als ze radicaal eerlijk wilde zijn over haar emoties, werd er niet op gereageerd. Dus ja. ging ze sterker in een patroon van zichzelf wegcijferen tot ze zichzelf verloren was, zoals ze dat dan zelf beschreef. En volgens mij zijn ja, het zijn nu verschillende soorten voorbeelden die we hebben genoemd. Is een van de kerndingen daarin altijd, als je merkt dat er iets niet lekker zit, dat je als het ware de communicatievaardigheden hebt om dat met je partner ja. te gaan bespreken en te zien van oké, okay, hoe komen we hieruit? Wat is ja. dit? Ja. Hmm. Ja, en daar heb je veiligheid voor nodig. <hums> dat is eigenlijk, uh, denk ik, waar het allemaal om gaat. Want die saboteurs zijn wel heel geniepig, hardnekkig. Ja. Ik herken bij mezelf, uh, ik zei al, ik ben meer de minimizer, dus het vluchtende type, de vermijder. Niet extreem ik ben veilig gehecht en zo, maar mm -hmm. nou ja, dat is wel mijn stijl als er iets aan de hand is. Dus ik vind het bijvoorbeeld best wel spannend om iets te delen, wat er toe doet dan. Ik kan heel goed kletsen, maar als het er echt toe doet. Ja, <laughs> ja. Um, als ik dat dan doe is het natuurlijk super belangrijk voor mij dat mijn partner daarop op een op een veilige manier reageert want anders ja durf ik het nog minder mm. het is al echt een hele grote stap ja. um, zo'n saboteur ja die wil eigenlijk helemaal niet dat dat slaagt want die heeft een verhaal en uh, die wil het liever bij het oude houden dus voordat ik dit werk echt deed dan zag ik mezelf echt dingen opsparen zeg maar en dan op een gegeven moment nou ja dan moest het er toch uit en dan Ging ik het dan maar vertellen terwijl mijn partner uh, bij wijze van spreken in twee pannen stond te roeren met een kind aan zijn been en ook al vijf minuten de deur uit moet. Weet je, op zich weet je echt wel <laughs> vrij zeker dat dat niet een goed gesprek ja, wordt. Ja. Maar ja, dan drop je even iets en dan ah, zie je wel, het lukt niet ja. en dan, nou ja, dan, dan hoeft het dus niet meer. Ja. En zo doen natuurlijk de vechtende of de maximizers dat ook precies hetzelfde. Als je partner er niet klaar voor is en je begint een enorm verhaal over. Nou ja, want je wil gezien worden. Dus je wil vertellen hoe het zit bij jou. En je wil, je wil natuurlijk dat je partner begrip heeft en naar je luistert. Want dat is echt die, die basale hechtingsbehoefte waar je blijkbaar uh, nou ja, iets in hebt gemist. Ja. Um, maar als je dat op een moment doet dat jouw partner helemaal niet. Het weet je, zijn net even er zit een partner zit gewoon tv te kijken. Die is waarschijnlijk van geen kwaad bewust. Mm -hmm. <laughs> De kans is vrij klein dat hij daar goed op reageert. En dan krijg je ook dat, zie je wel. Mm. En zo drijven mensen langzaam uit elkaar. Ja. Weet je, en dan komen ze eigenlijk vast te zitten in hun eigen deel. Ze praten helemaal niet met elkaar. Ze communiceren met dat beeld wat ze zelf hebben. Mm -hmm. Eigenlijk zitten ze dus in een gesprek met zichzelf bijna. Maar goed, ik zie, ja. ik zie altijd twee eilanden voor me. Dat leg ik ook aan mensen uit. Ik doe altijd een eilandgesprek. Bij Imago noemen we dat de dialoog. Um, dus de ene persoon leeft op een eiland en daar wordt een bepaalde taal gesproken. En daar zijn dus bepaalde dingen, gebeurtenissen geweest. In dat zoogdierenbrein opgeslagen. Daar heb je boodschappen gehad van hoe je hoort te zijn. Als man, als vrouw, hoe een relatie eruit ziet. Voorbeelden. Nou, ja. dat, op dat eiland is dat allemaal helemaal logisch en normaal. Maar op het andere eiland is het allemaal net even anders. Ja. Ik denk hoe relaties gaan, is dat die mensen. De een roept naar dat andere eiland hoe de wereld eruit ziet en hoe het met mij is, hoe ik me voel. En de ander roept terug hoe, die, hoe de wereld eruit ziet. Maar er zijn eigenlijk geen ontvangers. Uh, en je wordt dus nooit gehoord. En dat blijft dus maar gaan. Uh, en wat ik doe met mensen is eigenlijk: ik leer ze oversteken. Dus om de beurt gaat de een naar het andere eiland en die krijgt daar een soort rondleiding. Mm -hmm. Uitleg, oh, dit is hoe het, hoe het hier werkt en welke taal hier wordt gesproken en wat jij hier allemaal meemaakt. En het enige wat je daar moet doen als, als, als partner is aanwezig zijn. Liefdevol aanwezig zijn. Niet weggaan. Niet zeggen dat het onzin is. Um, al die als dingen. De bezoekende die we, partner bedoel als je de dan? De bezoekende ja. partner. Want dat gaat heel erg over hechting. Er is mm -hmm. ook nog iets over. Vertellen, dat hebben we allemaal meegemaakt. En daar zijn we zo gevoelig voor dat, dat mensen uh, ons afwijzen of ons verlaten in een gesprek of zeggen dat het onzin is. Of nee. mm. Dat moet niet. <laughs> ja. En dan wordt het veilig. Nou, en daarna keer je natuurlijk om. Dan ga je hetzelfde bij de ander doen. En hoe meer mensen dat doen, hoe meer ze, we noemen dat wel de sacred space, een soort heilige tussenruimte. Dat is waar de relatie eigenlijk plaatsvindt. Mm -hmm. um, samen kunnen neerzetten. En Eigenlijk door die praktische tools heel goed weten. Oh ja, als we het op die manier doen, dan is het voor ons allebei veilig om ons stukjes te openen en kwetsbaar op te stellen. Um, um, en, en het mooie daarvan is is dat je en de relatie helpt, maar eigenlijk ook oude dingen hield. Ook een soort nou ja traumatherapie, is een beetje groot woord misschien. Maar al die al die verwondingen die we van vroeger hebben kunnen helen. Ja. Um, want dat oude brein, ik heb het volgens mij nog niet zo bewust gezegd... dat maakt geen onderscheid in mensen. Dat is natuurlijk mm. duidelijk, hè? want we creëren steeds een beeld waar we op reageren. Ja. Uh, vaak ben je dus eigenlijk met je vader in gesprek of met je moeder. Of ja. uh, nou ja, dat jongetje, nogmaals met die Leo, Alleen de al de geur. Was, ja, de geur. Dus, ja. Maar dat gaat natuurlijk niet over die docent. Dat gaat over zijn vader. toch? Ja, het? zijn vader, ja. Um, nou ja, dat valt misschien niet meer te helen. Um, maar als je... Het kan helen met, met je partner, want dat oude brein maakt geen onderscheid. Die doet nog steeds die trigger, die zegt... hé, hey, je bent in gevaar, terwijl het dus een heel ander persoon is. Het mooie is, als die persoon, namelijk jouw partner... wel, uh, terwijl je daar dat gevoel hebt <gacht> en, en die kwetsbaarheid laat zien... dan in veilige verbinding blijft, dan hielt het. Mm. Um, nou, ik, zal ik een voorbeeld van mezelf ja, vertellen? Is dat oké? Okay? Ja. Toen ik... Toen ik voor het eerst heel bewust werd van een, uh, een pijnplek van mezelf, uh, was toen ik net, nou, mijn partner en ik, mijn vriend en ik, uh, waren ongeveer een jaar samen. En ik moest even door omstandigheden uh, een paar dagen of paar een paar weken in zijn huis. En nou, prima, ik, ik keek daar super naar uit, was in Den Haag. Ik woon natuurlijk in Amsterdam, eigenlijk veel te druk leven, twee studies aan doen, sociaal leven. Dus ik dacht, ik zag net het voor me, oh lekker, dan kan ik even in Den Haag zitten. Boeken lezen. Ik had al een yogaschool uh, uh, gezocht. Dan ga ik lekker strandwandelingen maken. En het grappige was, ik zag mezelf vooral uh, daar in dat plaatje. Ik had dus heel erg behoefte aan me-time, ja. om het zo maar even te zeggen. En toen was ik daar net. En toen zei hij uh, op een dinsdag zo: Oh, trouwens, vrijdag ben ik er niet, want dan ga ik eten met die en die. Oh, oh, trouwens, zaterdag ben ik er ook niet, want dan heb ik ook een afspraak. En dan oh, dat is in Amsterdam. Dan blijf ik misschien wel slapen. En ik weet niet precies welk woord het was, maar ergens in, in dat relaas ging ik, ging ik op slot. Oh. En ik voelde mijn keel dichtknijpen en mijn hart, en ik had het gevoel, hart uh, kloppen. En ik had het gevoel dat ik heel erg moest huilen. Vond ik vreselijk stom. Dus tegelijkertijd kreeg ik allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Die zei: Nou, stel je niet zo aan. En uh, wat ga je nou zitten janken? Je wilt toch zo graag alleen zijn? En, nou, dat gebeurde allemaal van binnen. Het was echt één grote heksketel. Ja. Van buiten was er niks. <laughs> uh, dus hij dacht. Goh, Wat is er met haar aan de hand? Hij deed ook wel wat pogingen. Van, joh, gaat het en uh, is er iets en zo. Nee, ik zei gewoon niks meer. Ik was alleen maar bezig met niet huilen. Ik weet niet precies hoe lang het duurde voor mijn gevoel echt uren, maar dat zal meevallen. Um, nou, dat was dus een pijnplek geraakt. Mm -hmm. Dit is mijn vorm van flippen. En het mooie was, hij flipte niet. En dat had, was eigenlijk heel bijzonder, want dat had heel goed kunnen gebeuren, want hij. Gevoelig zijn voor, um, nou, geen ruimte krijgen weet je? of ja. veranderen, autonomie. Dus hij had heel goed kunnen denken: Oh, heb ik er weer zo een? Mag ik weer niks? Hmm. Dat gebeurde niet. Ik weet niet precies waarom. Dus hij bleef eigenlijk wel een beetje in de buurt totdat ik weer enigszins gekalmeerd was. En toen ging ik aan hem dat vertellen. En toen kwam ik erachter dat het ergens, oh ja, hij zei op een gegeven moment: anders zeg ik het wel af. Als het zo erg is, prima, joh, dan ga ik wel niet. Maar ik voelde heel erg dat het daar helemaal niet om ging. Sterker nog, ik vond het heerlijk dat hij dat hele weekend <laughs> wegging. Zo ingewikkeld kan het dus ja. zijn. <laughs> Want ik dacht, heerlijk, kom, kan ik lekker mijn meetime doen. En toch was ik dus totaal overstuur. Nou, toen we het daar dus over gingen hebben, merkte ik dat ik geraakt werd op iets, ja, ik ben het gaan noemen overgeslagen. Wat natuurlijk hetzelfde is als niet gezien. Mm -hmm. Dat hij niet heel even gecheckt had, hé, hey, wat doe jij eigenlijk dit weekend? Of, nee. uh, nou ja, vind je het ook, okay? niet als toestemming, maar gewoon even contact, zeg maar, daarover. En dat geeft helemaal niks. Dat had niks met hem te maken. Later kwam ik er ook achter dat ik die plek wel vaker ik heb. Ook was met vrienden altijd dan ietsje minder heftig. Dus ik noem dat de plek van overgeslagen worden. Dan mm. nou, kan je je voorstellen, als je er, dat is dus het verschil, als je erin stapt. En nou, in mijn geval zou, zou ik dan, zeg ik dan dus niks. Maar stel, ik was wat meer een vechter. Dan zou ik. En uh, je houdt ook helemaal geen rekening met mij. Wat is dit? Ja. Nou? Dan ben ik er net. Nou, dan hadden we ruzie gehad, dan was hij waarschijnlijk weggelopen. Ja. Um, of we hadden de oplossing inderdaad dat hij het allemaal ging afzeggen. Um, terwijl het daar dus niet om ging. Dus dan kom je nog steeds niet achter waar het om ging. En terwijl ik dit aan hem aan het vertellen was, en hij bleef in contact, was ik dus een kwartier aan het praten over dat ik me niet gezien voelde. Terwijl aan de andere kant iemand zat die vol begrip en in verbinding naar mij aan het luisteren was. Nou, dan op een gegeven moment... Switcht er iets? Want het... Houdt natuurlijk geen stand. Ja. Je ziet me niet. Uh, weet je, er is geen ja. verbinding. Terwijl iemand helemaal in verbinding is. En dan wordt het zacht. En dan is het ook over. Toen was het ook gewoon helemaal. Er was niks meer. Hij kon gewoon gaan en ik was ook happy. Zeg maar. En die plek wordt zachter. Hmm. Dus elke keer dat dat lukt, is die plek, die dus ergens van vroeger komt. Ik moet zeggen, ik weet niet precies waar ik hem vandaan heb. Um, wordt minder groot. Omdat je het dus overschrijft. Super duidelijk voorbeeld. Ja, ja, nee, als, uh, ja, maar thanks for delen. Dit is zo'n ontzettend duidelijk voorbeeld van wat een veilige basis is in het contact, in een relatie waarbij de relatie en de dynamiek als het ware een helend effect heeft. Want dit hoor je natuurlijk vaak van mensen. Van ja, een relatie waarin je samen kan groeien, waarin je elkaar kan helen. Daarvoor, soms worden dat soort dingen gezegd. Van, je gaat de relatie niet aan om maar gelukkig te zijn. Je gaat de relatie aan zodat je elkaar kan helpen en, en noem maar op. Ja. En dit is eigenlijk... Wat dat is. Ja. Een vorm van liefde zoals ik dat zelf zie. Op de meest kalme, rustige, mooie manier met iemand ervaren. En daarvoor die ander zijn. Niet eens per se de dingen die je echt zegt, maar ook al het aanwezig zijn en het willen luisteren en inderdaad niet flippen. Dus wat daar wel een belangrijk aspect bij, bij is. En het, ik, het doet me denken aan een uh, ander voorbeeld van uh, Bruce Perry. Ja, ik heb zijn boek aan het lezen. Dus <laughs> hè, dan, dan gaat dat. Die vertelde dat hij. Ja, hij is ook de man die als uh, de FBI bijvoorbeeld ergens een inval doet en er is veel trauma, schakelen ze hem in van hé, hey, hoe moeten we hier met deze situatie omgaan? En hij vertelde een verhaal dat er een inval was gedaan bij een cult die gewelddadig was en er zouden allemaal dingen gaan gebeuren. De FBI stak er een stokje voor, maar viel nog veel doden. En er waren iets van 25 kinderen die opgevangen moesten worden. Mm. En wat hij gedaan heeft is, nou ja, hij besefte van ja, die kinderen zijn in die cult opgegroeid met het idee van de buitenwereld wil ons wat aandoen. Dat is wat de cultleider natuurlijk ja. vertelde zijn vervolgens door vreemde mannen, waar ze dus bang voor waren, want die zouden hun wat aandoen, weggenomen en ergens anders geplaatst. Gigantisch onveilig. Wow. Dus de hele tijd stress natuurlijk, die daar in veilig het oude brein gaat zitten. En hij zei, het eerste wat we moeten doen, structuur en regelmaat. Vaste maaltijden, vertellen aan het begin van de dag wat we gaan doen. Eind sluiten we de dag af. Geen nieuwe volwassenen erbij. Wij zijn met deze groep verzorgers en therapeuten, zijn de groep. En ik ga geen therapie geven aan die kinderen, maar geen enkele vorm omdat de kleine contactmomenten waarbij die kinderen zelf als het ware eventjes iets kunnen zeggen over wat ze hebben meegemaakt, een reinsuring, bevestigend commentaar of reactie krijgen van de begeleider of wat dan ook, is al helend ja. op die leeftijd. Ja. En dan nou noemen we bijvoorbeeld alleen als het kind eventjes uitnodigt om te gaan schommelen, de ander gaat mee, duwt en ze hebben een soort van positieve interactie van oh, ik kan iets vragen en ja. ik kan spelen, ja. dat helpt al. Of... Hij was dan vooral het autoritair figuur in die, die samenleving, of in die samenleving, in die groep. En dan komen ze soms naar hem toe van, ja, uh, komt het nog wel goed? Of kom, kan ik mijn ouder, ga ik mijn ouders nog wel zien? En dan kon hij een antwoord geven waarin ze dan houvast hadden... voor zodat ze de, de wereld wat meer konden voorspellen en beter begrepen. En zo gingen ze naar verschillende mensen toe voor verschillende behoeften, zoals het ware. En aan het begin, toen ze hun hartslag maten, zagen ze dus dat ze heel erg in die fight-or-flight-mode zaten. Ja. Hartslag, veel stress, cortisol... En later deden ze weer dezelfde soort metingen. Toen zagen ze dat weer naar normale, uh, een normale snelheid was gedropt. En dat die kinderen dus, zelf, dus een zelfhelend effect hadden vertoond in die, in die hele groep. En het deed mij ook heel erg gedenken aan en hoe een heb je het weer uh, een soort van een veilige basis in een, in een relatie, hoe dat mechanisme werkt. Allemaal van dit soort momenten waarbij je dat uit kunt spreken naar elkaar. Soms met een wellicht aan de oppervlakte. Hey, Hele irreële angst, soort van ja, waarom voel je je nou zo? Maar als je het ja. in ieder geval kan uitspreken en er wordt positief op gereageerd, is dat helend ja. op een bepaalde manier. En, en kun je het meer loslaten. En snap je jezelf beter? En ja, zoals je zelf zegt, die pijnlijke plek die ga je begrijpen. En in plaats van dat je dat patroon maar continu aan het uitleven bent. Mooi, mooi verhaal. Ja, Bruce Perry die. Uh... Ja, hè? <laughs> je bent enthousiast Ja, ja zeker, zeker. Zou het het schappen hoe dat gaat. Het is om top of the mind. Ja, maar, uh, ja, ja, bij het... EFT hebben we het steeds over toegankelijk, responsief en betrokken. Dat mm. is wat je eigenlijk nodig hebt van je ouders. Ik bedoel, en, en ze vaak ook doen hoor. Daar nou, niet van. Daar gaat het natuurlijk ook over. Ja. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik denk als je met, met jonge kinderen. Gelijk heel erg gaat zitten op dat er van alles mis is, dan, dan wordt dat ook geïnternaliseerd. Mm -hmm. dus het is mis met ons. Mm. Terwijl de heling in het contact zit, dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Ja, ja. absoluut. Nou, um, is er nog een onderwerp dat ik zelf heel interessant vind. We hadden het voor de podcast al over. En dat was, ik weet niet eens maar hoe we erop kwamen, maar in ieder geval dat we het, oh ja, via een video van ons die heel hard is gegaan over narcisme. Mm. <coughs> ik vertelde dat. En toen noemde je al: van: ja, ik heb het gevoel dat er. Uh, de hoeveelheid narcisme meldingen, om het zomaar te noemen, niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke da uh, statistieken over hoe vaak narcisme en zo voorkomt. Ja. Uh, ik heb als, uh, uh, mijn vader is ook klin klinisch psycholoog en die vertelt bijvoorbeeld dat je als je tijdschema. Als je gewoon naar de tijdlijn gaat kijken, van sinds we een beetje van psychologie afweten, dat je een soort van golven ziet en epidemieën, om het zo maar te noemen, en bepaalde diagnoses die heel veel gesteld worden, ja. maar dat het soms. Heel ook populair zijn? Ja, eigenlijk gewoon populair zijn, maar dat het ook heel erg samenhangt met de tijdsgeest waarin die, mensen, waarin die mensen leefden, als het ware, en hoe de maatschappij naar bepaalde dingen keken. Ja. Ik vind dat heel interessant, omdat aan de ene kant zou het dus heel goed kunnen zijn dat er een soort overreactie is en te veel mensen zeggen... mijn ex is een narcist en noem hem op. Aan de andere kant is er ook meer bewustzijn. Dus wellicht dat ook meer mensen het gaan herkennen. Um, het is ja. nogal een brede... Ik heb hem flink breed geschetst, volgens mij. Maar wat is, wat is jouw visie daarom? Um, wat is precies je vraag? Dat, over, dat er meer... Ja, dat er meer diagnosies? mensen zijn die zeggen... van mijn ex is een narcist en meer diagnoses. Ja, dus, maar het is geen officiële diagnoses, volgens nee. mij. Het is eigenlijk alleen maar... mijn ex is een narcist, precies. maar... Nou, heel veel stellen komen binnen met mijn ex of mijn partner. Ook gewoon nog als ze erbij zitten. Partner, oké. Okay. <laughs> mijn partner is een narcist. Vaak zit daar aan de andere kant iemand die zegt... mijn partner is een borderliner. Oh, ja. <laughs> um, ja, ik denk dat het wel logisch is. Uh, volgens mij is het ook waar wat je zegt... dat er bepaalde um, ja, hoe je dat zeggen? golven zijn... van dat er ook daadwerkelijk meer diagnose worden gesteld... van een bepaald type uh -huh. Bepaalde tijden. Maar goed, dit gaat natuurlijk heel vaak helemaal niet over officiële diagnoses. Ja. Het komt ook eigenlijk niet heel veel voor. Dus. Uh, de, uh, ja, de officiële er statistieken. Hoeveel mensen die dat roepen? Twee tot vijf procent, geloof ja, ik. Precies. De laatste stiekem die ik hier nog wel heb gezien. Ja. Van de populatie heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus niet ja. alleen kenmerken, maar echt een stoornis. Ja. Ja, ja. ja. ja en kenmerken, ja. Dat hebben we allemaal misschien wel. Ja. Als je geflipt bent. Ja. <lacht> <lacht> dus ik snap het wel. En ik denk, daar heeft natuurlijk internet. Grote rol in, het is allemaal makkelijk vindbaar en dan kan je wat lijstjes doen en denk je, oh ja, dat is inderdaad mijn partner. Ja, kijk, je raakt echt verloren als je dynamiek uh, groot is en heftig en veel voorkomt, dan voelen mensen zich zo alleen en zo gekwetst en zo afgewezen of in de steek gelaten. Uh, ik kan me wel goed voorstellen dat je dan op zoek gaat naar een bepaalde houvast. En het is natuurlijk makkelijk of makkelijker. Uh, ook wat aantrekkelijker om vooral te kijken wat er mis is met je partner. Mm -hmm. <laughs> um, dus als je partner een narcist is of een borderliner, nou ja, dan, dan ligt het aan de ander met name. En misschien geeft het ook een soort van houvast. Ik weet niet precies welke houvast, want als het echt zo is, is het ook nog eens best wel ingewikkeld, denk ik. Maar goed, um, ja, wat ik ja, bij me ik krijg, wil natuurlijk graag dat, de ja, dat het vooral aan de ander ligt. <laughs> ja. Ja, ik denk dat de houvast van veel vrouwen die bij mij komen ook zit in het feit van ik heb niks verkeerd gedaan. Wat zo'n reactie zou vertegenwoordigen. Hij heeft gewoon dit probleem en daarom ja, ja. reageert hij zo op mij. Dus en dat kan natuurlijk. Kijk, want even, het, dat zijn wel ernstige dingen. Minstens ernstig. Mensen zelf met narcisme-bordelijn worstelen ook daar heel erg mee. En het is ook ingewikkeld om een partner te hebben die daar dan vervolgens mee worstelt. Dus ik wil daar ja. niet doen alsof het niks is of zo. Alleen um, is het er veel minder dan dat mensen natuurlijk denken. Mm -hmm. <laughs> en ja, waarschijnlijk als je zoiets zegt, dan um, reageert je partner op een bepaalde manier vrij heftig. Of nou goed, er zal een reden zijn dat je zo'n label wil plakken. Um, maar wat natuurlijk wel interessant is, is ten eerste, waarom ben je bij een partner met die kenmerken? Dat is toch weer dat, dat blauwdruk. Hè? Je gaat op zoek naar iets wat je kent ja. dus het heeft alsnog iets met jezelf te maken als je echt een hele veilige um, basis hebt is de kans dat je een echte narcist als relatie hebt echt wat, wat kleiner ik zeg ja. niet dat het niet kan maar omdat je waarschijnlijk veel eerder goed aanvoelt dat er dingen niet kloppen en nou ja op tijd weg bent ja. um, dan als je zelf ook ergens wat onveiliger en bij narcisme is het vaak zo, dus bij echt narcisme, dat daar iemand aan de andere kant staat die heel weinig grenzen heeft. Die heel makkelijk oversteekt. En alsmaar in de zorgmodus voor de ander schiet. En mm. zichzelf verlaat. En dat is natuurlijk een heel fijn patroon. Want uh, iemand met narcisme is wat, kan wat moeilijker oversteken, of, mm -hmm. of zelfs helemaal niet. Uh, nou ja, dus dan heb je dus iemand nodig die net naar jou komt. <laughs> ja. Dus het is wel altijd interessant om te kijken go, waarom val ik dan op iemand. Of ben ik op iemand gevallen die zo doet? En eventueel ook als het, wat waarschijnlijk er is, niet echt narcisme is... maar uh, het eruit ziet als iemand geflipt is. Wat doe ik? Wat is mijn rol in het flippen van mijn partner? Mm -hmm. Moet je natuurlijk over en weer doen, hoor. Het is niet eenzijdig. Maar hoe komt het dat mijn partner steeds flipt? Blijkbaar druk ik de hele tijd op allerlei pijnplekken. Waarschijnlijk ook oudzeer, waardoor diegene de hele tijd flipt. Dus... Mm -hmm. Ja, ja. helemaal aan de andere kant leggen, daar, daar schiet je niet zo heel erg veel mee op, denk ik. Nee, voor een oplossing sowieso niet. Soms kan het wel voor een bepaald begrip zorgen, maar als je echt, in ieder geval begrip over wat er gebeurt in deze relatie of in mijn ex-relatie, dat, dat is niet de bedoeling. Laat ik het zo zeggen. Er van, van, zijn daar zulke heftige dingen gebeurd ja. en ik kan nu beter begrijpen wat de dynamiek daarin is, ja. zodat ik het wellicht in de toekomst kan herkennen. Maar waar het eigenlijk als het om je ex gaat, is het natuurlijk heel zinvol. Zeker, van neem ja. mee. Voor de volgende keer, wat je in ieder geval niet wil of niet moet doen. Ja, maar, maar helemaal met change. Waar, het, waar de vraag naar mijn optiek meer naar zou moeten verschuiven, is: waarom kom ik in dit soort relaties terecht en wat is mijn bijdrage in zo'n dynamiek? En wat ja. daar, waar het daar vaak op, op aankomt, is inderdaad dat ze een gezond, veilige relatie-blauwdruk missen. En daardoor in een soort andere relatie terechtkomen, waarin heftige uitspattingen meer vanuit het oude brein reageren op elkaar, minder. Gewoon zijn en luisteren en ruimte geven voor iemands behoeften, zonder direct een oordeel op te, te plakken, maar gewoon samen te, te kijken: van... oké, okay, wat is dit precies? Ja. Uh, dat, dat daar eigenlijk de, de echte focus op zou moeten liggen. Uh, in plaats van: oké, okay, die heeft dit en die heeft zus, en noem maar, maar op. Ja, ja, hmm. ja dat, het, uh, dat is handig als de ander die <laughs> dat je moet allebei zelf onderzoek doen ja. in een relatie, en eigenlijk misschien ook wel voor een relatie. Um, dus ik noemde net al even imagotherapie, daar werk ik veel mee. Daar is een heel mooi boek uh, van Harville Hendricks, is dit. Hel uh, Harville Hendricks en zijn vrouw Helen Hunt. Mm -hmm. Die hebben imagotherapie uh, nou ja, ontdekt. Voor, kun je, nee, is er een soort van korte definitie van imagotherapie, wat het exact is? Um, ja, nou ja, imago staat voor beeld. En, en uh, gaat er dus vanuit dat je niet zozeer echt in contact bent met je. Partner, wie die ander daadwerkelijk is, maar eigenlijk, uh, ja, dus met dat beeld dat er steeds ja. zo'n filter tussen schuift, wat dus eigenlijk veel meer over jezelf zegt. Mm. Ik even <coughs> oprisping? Mm -hmm. um, en even kijken hoor. Nou, eigenlijk in contact reageer je voortdurend op allerlei signalen. Dus als je met je partner praat, maar goed, ook wij, ergens is ons oude brein. Zijn wij elkaar aan het scannen? Mm -hmm. van Goh, vindt hij dit leuk? Begrijpt hij me? Um, ik ben me daar niet super bewust van. Maar weet je, als jij nu een wenkbrauw optrekt of zo. dan gebeurt er misschien op mijn ja. achtergrond toch iets van. oh, oh misschien uh, vindt hij dit een beetje onzin. wat ik nu zeg. Nou, dat zijn we ook de hele tijd aan het doen bij elkaar. En dat, is, uh, dat zijn dus vaak die triggers voor dat beeld. Mm -hmm. um, en wat we praktisch doen bij Imago. is. het is eigenlijk een soort stappenplan van dat oversteken naar die eilanden. Um, en je leert door steeds te spiegelen. Spiegelen is eigenlijk het teruggeven wat je hebt gehoord. Uh, te checken, klopt dat? Is er meer? Vraag je. Uh, wat je daarmee doet is iemand volledig een veilige plek geven waarin hij zijn eigen ja, eiland kan onderzoeken. Hmm. Um, we hebben het natuurlijk net al even gehad over hechting. Hechting is heel bekend van veilig of onveilig. Um, ik denk, maar alle mensen hebben een hechtingsblauwdruk. Ook als je superveilig gehecht bent, zit er nog steeds in dat zoogdierenbrein van alles opgeslagen. Ja, absoluut. Kijk, het wordt makkelijker met een veilige hechting. En hechting uh, is, duurt zeven jaar. Um, um, en we hebben het vaak bij hechting in eerste instantie over, uh, ja, de eerste fase is zo'n beetje nul tot anderhalf. Heb je het filmpje de still baby wel eens gezien? Zeker, oh, ja. Oké. Okay. Ja. Voor mensen die het niet kennen, is het interessant om op te zoeken. Uh, want daar zie je een baby en die moeder gaat uit contact. Ja. Dat is echt de basale vorm van nou ja, uit contact gaan. Die doet stilface En je ziet dat die baby meteen reageert. Ja. Toch? Absoluut. Ja, ja je ziet ze in het begin uh, misschien nog wel een leuk detail. Eerst leuk spelen. Die, die baby doet er leuk mee. En inderdaad, op een gegeven moment draait die moeder zich weg. En dan draait ze zich terug. met zo'n helemaal stil gezicht. En je ziet die baby dan inderdaad een hele heftige reactie daarop vertonen. Ja. Om die aandacht als het ware weer terug te krijgen van eh. Ja, eerst doet ze dat. Ze probeert de aandacht mm. te herstellen. Dus, nou ja, tussen aanhalingstekens vlug, uh, vechten, wat natuurlijk niet kan. Ja. Uh, ze zit in de wipper. <laughs> uh, en als dat niet lukt, dan draait ze zich weg. Ja. En dan zie je, je ziet echt de stress en, en ze kan het helemaal niet aan, dus dat dan gaat ze vluchten. Nou, dat noem ik altijd maar even de eerste fase van hechting. Dus tussen 0 en 1,5, zo'n beetje. Maar daarna zijn er nog drie. Zoals <laughs> dus even heel kort. Van zo'n beetje anderhalf tot drie gaat het over exploreren. Dus daar heb je nog steeds verbinding nodig. Ouders die met jou in verbinding staan, maar daar ga je de wereld verkennen. Alles in je mond stoppen, alles aanraken. Nou, eigenlijk is, is daar verbinding dat je ouders je zien en ruimte geven. Maar heel goed kunnen inschatten wat je al kan. En voor sommige ouders is dat heel moeilijk. Die durven die ruimte niet te geven. Die zitten er heel erg bovenop en pas op, pas op, pas op. Nou, dan, dan krijg je in je systeem dat het onveilig is. Om, om te exploreren. Uh, andere ouders, die laten een kind veel te vroeg, veel te ver. Wat hij nog helemaal niet aan kan. Nou, dan wordt het ook onveilig. Daarna heb je de fase van identiteit. Uh, een beetje drie tot vijf, is allemaal een beetje grof. Hè? Uh, daar zie je aan een kind die gaat... Uh, nou, mag ik zijn wie ik ben? Dus mijn zoontje is er net een beetje uit. Heel veel rollen spelen. Oh, ik ben nu Spiderman. Of ik ben nu een konijntje. Of... Uh, jongens willen meisjeskleren aan, of weet je, dus dan ontdekken ze dat ze zelf iemand zijn en dan gaan ze daar allemaal uh, nou, een beetje mee experimenteren. Dat is heel normaal, hoort bij die fase. Ik kan me voorstellen dat met name vroeger uh, bijvoorbeeld vaders zei: nou, doe normaal, je bent geen meisje. Doe maar even wat. Mm -hmm. Ik hoop dat dat nu iets minder ja, is. Weet ik niet. Niet huilen, je bent een grote jongen. Uh, ja. En, 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 dit is ook de fase van emotie. Mag je voelen wat je voelt. Nou daar, ik denk echt dat we daar collectief geamputeerd zijn <laughs> in onze maatschappij. Want onze opvoeding zit vol met alleen maar dempende boodschappen. Mm. Nee, uh, ach, stel je niet aan. Of. Wil je een koekje om af te leiden? Of kusje erop, is het al over? Of zo erg is het ook niet? Nou ja, je kan er een hele lijst van maken. Het ja. is vrij zeldzaam dat je hoort... Nou, hé, hey, ja, janker ze maar even Laat lekker het even uit. uit ja. Schreeuw <laughs> even deze supermarkt bij elkaar. Ja, ja en ik, ik vind dat zelf... Ik ben me er heel bewust van. En toch hmm. zie ik mezelf ook af en toe dempen. En ik denk hè, doe, doe ik het toch weer. Dus volgens mij hebben we daar echt een collectief uh, uh, nou ja, probleem. Dus dat is... Daar krijgen we boodschappen. Je bent niet goed zoals je bent... Je mag niet zijn wie je bent, je mag niet voelen wat je voelt of je voelt verkeerd. Kan ook nog dat een kind heel boos is en dat een ouder zegt je bent helemaal niet boos. Ah, je nou ja, moet je gevoel je voorstellen wordt onderken, of niet erkend eigenlijk als het ware. Het ja, niet aan de hand wat je nu voelt. Het is er niet of je doet ah. het ook nog eens verkeerd daar. Moet je voorstellen dat een kind in die fase net eigenlijk ontdekt. Hè, er is van alles van gevoel, er worden langzamerhand een beetje woorden bij gezocht. Daar heb je begeleiding in nodig ouders die dat een beetje helpen en uitleggen of ouders volwassenen naar nou, mensen om je heen dat als jij dan net denkt van nou dit is boos en je voelt je ook boos dat iemand zegt dat is niet boos oh. <laughs> huh? nou hoe verwarrend is dat ja. dus dus daar leren mensen om te stoppen met voelen misschien wel als je emoties duidelijk niet gewenst zijn of om ze in ieder geval niet meer te delen of nou ja niet meer echt te durven zijn wie je, wie je voelt van binnen um, en dan nog de laatste gaat over competentie. Ben ik, uh, um, ja, uh, wat ik kan, is dat goed? Daar zit mijn zoontje nu, die is de hele dag, mama, kijk, kijk, kijk wat ik kan. Ah, en ik ja. kan naar links en naar rechts en 30 keer nee. en op zijn kop. Naar. <laughs> Daar wil je dat er gekeken wordt, uiteraard. Hoeft niet per se de hele dag, maar wel echt met aandacht. Um, en, en daar is ook weer heel dubbel, want daar kan je, nou, sommige mensen kijken niet, zeg maar even heel kort door de bocht, weet je, die zijn niet geïnteresseerd of die hebben nooit tijd ervoor. Of, uh. En anderen, die zijn misschien juist, dat is denk ik nu, ik denk dat vroeger veel vaker afwijzing, van als je thuis kwam met een zes of een zeven, waarom is het geen tien? Want het was natuurlijk het idee, lekker streng opvoeden, daar word je mm -hmm. sterk van of hard van. Volgens mij zijn we daarin wel een stuk gegroeid met z'n allen. Ja. Uh, maar nu heb je denk ik vaker de applausgeneratie. Dus mm. ouders die echt staan te juichen bij elke poepenscheet die een kind laat. Um, en dat kan ook weer heel tricky zijn. Want dan krijg je als kind heel erg het gevoel dat je echt geliefd bent als je fantastisch bent. Um, maar als je dan wat ouder wordt en ja, je kan ook eens een keer wat niet. Of je gaat een studie doen waar je toch ook wel wat struggelt. En je identiteit is voor een groot deel gebaseerd op het goed doen. Mm. Ja, dan... dan loop je dus het risico dat je de liefde verliest. Ja. ja. <laughs> dus, um, nou ja, als er mensen luisteren die ouders zijn, het is niet bedoeld <laughs> om je helemaal in paniek te maken. Ja. Maar zo hebben we allemaal, ik noem het maar even, verwondingen in al die fases. En de ene ouder was misschien supergoed in die eerste fase en heel erg in verbinding, maar kon niet zo goed dat kind loslaten om te laten exploreren. Nou, zo heb je allemaal je eigen pakketje aan gevoeligheden. En dan ga je in gesprek met je partner. Mm. En als je nou in die eerste fase... Nou, dan ben je dus heel gevoelig. Kan je heel gevoelig zijn geworden voor als ik iets jou vertel. En ik heb het idee dat je niet echt luistert. Of je gaat op je telefoon kijken. Oh, hoe vaak dat niet hoor in de praktijk. Mm. <laughs> dus terwijl oh. je een, een gesprek aangaat met ja. je partner over een gevoelig onderwerp... Ja. gaat de ander gewoon nog op zijn of haar telefoon Bijvoorbeeld, kijken. ja. Of lijkt afgedwaald, kan natuurlijk ook wat subtieler. Mm. Nou, als ik in die eerste fase dus, ik noem het even verwondingen heb, hè, of ervaringen, nou dan, dan kan dat voor mij dus een, een trigger zijn om te ja. flippen. Maar misschien heb ik dat helemaal niet zo erg, maar heb ik wel uh, heel erg een ding op emoties, want die mochten er niet zijn. Of die werden afgewezen. Dus dan, dan is het voor mij heel moeilijk om mijn emoties te gaan laten zien aan mijn partner, want dat is hartstikke spannend. Ja. Want mijn ervaring is dat dat gevaar oplevert. Uh, en misschien vind ik het ook wel super ingewikkeld dat mijn partner iets van emoties laat zien. Omdat ik ook echt totaal niet weet wat ik daarmee moet. Mm -hmm. Nou ja, of dus met de competentie niet goed genoeg zijn. Nou ja. um, en het mooie van hoe wij die gesprekken doen, is dat je dat ze dat stellen zo bewust worden van dat je zo'n soort bubbel moet creëren. Een veilige plek, waarin je eigenlijk al die dingen niet dat ze helemaal niet meer gebeuren, maar je wordt je er heel bewust van. Hoe je dus een hele veilige partner kan zijn zodat de ander zich kan laten zien. Hmm. Hmm. Is dat helder? Absoluut, ja. ja. Je leert een veilige basis creëren vanaf jouw kant in ieder geval, zodat de ander daar wellicht als ze emotioneel getriggerd bijvoorbeeld zijn en niet moeilijks willen vertellen, tot rust kunnen komen. Zodat ze... Zelf ook beter door hebben wat er speelt en kunnen gaan exploreren met jou. En eigenlijk ja. dat gesprek wat jij met je vriend had. Ja, precies. Hij was daar eigenlijk op dat moment van nature. Ja. <laughs> Even, want toen hadden we dit, deze kennis, dat had ik nog niet. Uh, een hele veilige partner voor mij. Exact. En dan kan je helen. Ja. En soms um, het gaat ook om, om, om de dat iemand dat probeert, op zijn minst. Want soms zeggen stellen wel eens, ja, we begrijpen elkaar toch nog niet helemaal. Of. Weet je, dat maakt eigenlijk soms niet eens echt uit. Er is een hele mooie quote uh, van de film Before Sunrise. Ken je die film? Ik ken hem niet. Nee. Um, sowieso echt een hele mooie. Nou ja, ik kan niet. Laten we erover blijven praten. Anyway, <laughs> zij zegt op een gegeven moment. Um, even kijken hoor. If there is if there's any kind of magic in this world, it would be in the attempt. Of understanding someone sharing something. Mm. En dat is letterlijk wat er gebeurt in mijn praktijkruimte als mensen dit doen. Daar ontstaat een soort magie. <laughs> mm. Ze gaan helemaal in elkaar op, ze, ze verbinden zich en nou, je, ziet, je, je ziet dat het totaal andere ervaring oplevert. Dat is ja. Magie. Ja, ja, ja. ja. Denk je dat omdat jij die setting ook voor hen creëert en als het ware daar een, een soort bubbel creëert waarin dit aangemoedigd wordt normaal is, dat en ze krijgen tools natuurlijk van jou ook dat dat makkelijker is voor hun om om te doen. En wat ik daar eigenlijk mee uiteindelijk naartoe wil is: dit is iets wat gewoon echt is aan te leren is er wat mensen dan vervolgens zelf in een relatie, of, maar niet alleen in een romantische relatie, maar ook wellicht met collega's, familie, vrienden mm -hmm. gaan integreren. Ja. In hoe ze in de communicatie en in de gesprekken staan. Zeker. Ja, ja ik, ik, zou, ik moedig het heel erg aan om het inderdaad veel breder te trekken. Mm. <laughs> ik denk dat we er als maatschappij heel, heel veel aan zouden kunnen hebben. Want er wordt over het algemeen helemaal niet zo goed geluisterd uh, of overgestoken naar nou ja, andere eilanden. Ja. Ja, <laughs> om ja. echt geïnteresseerd te kijken naar hey, hoe beleef jij de wereld. Ja, uh, zeker. Dat creëert een hoop uh, chaos. Um, nou ja, het is altijd work in progress. Dus we leren ze om, om op zo'n veilige manier in gesprek te gaan. Dat doe je natuurlijk niet de hele dag. Want je hebt daar dus echt aandacht voor ja. nodig. Dus de eerste vraag is ook altijd, ben je beschikbaar? Wat ik dus oversloeg, hé, even voor duidelijkheid. Want mijn saboteur wil helemaal niet. Mm. <laughs> Wilde helemaal niet dat mijn partner beschikbaar was. Want ik vond het super spannend om te delen. Ja. Um, maar goed, dat is ook een oprechte vraag. Want je hebt, een, je hebt een ontvanger nodig. Dat is net zo hard werken aan de andere kant, zeg maar. <laughs> en ja. iemand is niet altijd beschikbaar. Dat is helemaal niet erg. Mm -hmm. Dus als je inderdaad zo weg moet, of je zit vol met je werk in je hoofd. Of, of wat, zeg dan ook nee, dat is niet handig. Want beschikbaar is ook, ik kan echt even met mijn aandacht bij jou zijn. En als dat niet kan, ja, zeg vooral nee, maar maak wel een andere afspraak. Het <laughs> ja. moet wel binnen, nou ja, even grofweg 24 uur of kunnen. Uh, niet dat je zegt, nou, ik heb nog wel over een half jaar een uh, minuutje voor je, want het is je partner. Mm -hmm. um, en dus dit is, dit noem ik maar even de, de grotere gesprekken, de dialogen die je steeds kan gebruiken als er iets is. Als je als er iets speelt of je wil iets belangrijks delen. Ja. Daar ga je echt even voor zitten. Um, maar waar, 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 waar we ook heel veel aandacht aan geven, is eigenlijk meer de, de fijne kant, het plezier en de... Um, de levenslust. Want als, als dynamieken zwaar zijn, dan stroomt dat ook niet meer. Als je steeds in je vechten, vluchten, vriezen, daar gaat het niet over plezier. Daar gaat het nee. over overleven. Ja, ja. <laughs> dus dat wordt een beetje uitgehold. Je, je brein is sowieso geneigd om zich eerder te richten op de kant waar het gevaar vandaan komt. Want daar moet het iets mee. Mm -hmm. Dan op de kant waar het fijne en veilig is. Absolutely. Want dat is wel belangrijk, maar je hoeft niks. Um, dus een relatie, zeker als er een heftige dynamiek is. Ja, is, heeft een neiging om steeds meer naar de negatieve kant te gaan. Dus ik doe heel veel aan waarderen en juist uitspreken van de momenten dat ik me juist heel verbonden of heel geliefd of heel gezien voel. Um, en dat helemaal uitwerken. Kan je een zelfde soort gesprek doen? Alleen mm -hmm. is dat een veel leuker gesprek. Ja, ja, ja mooi gezegd. Ja, ik denk dat hoe ik, het, hoe ik het zelf altijd zie, is ook dat je een soort. Heel zwart-wit gezegd: een minnetje en een plusje je hebt. Een minnetje dat heel erg inderdaad om doorhebben van wat voor negatieve patronen of gebeurtenissen jou heel erg tegenhouden. Maar als je dat weghaalt, is niet per se dat je dan automatisch heel erg in de plus zit. Misschien dat je minder getriggerd wordt, maar je weet misschien nog steeds niet hoe het dan wel kan. Om een heel simpel voorbeeld te noemen: bijvoorbeeld op WhatsApp. Um, als je doorhebt op een gegeven moment, ik stuur heel veel berichtjes om bevestiging te krijgen dat die ander reageert en dat het nog goed zit tussen ons, kan ik dat weghalen. Maar Dat betekent niet dat ik direct weet hoe ik een leuk. Gesprek kan voeren en energie in, dat in de berichtjes kan leggen en plezier creëren. Ja. Dus het is inderdaad een soort wisselwerking tussen die twee, die je volgens mij op bijna alle stadia's van de daten en relaties, maar ook inderdaad ten opzichte van je kinderen, familie en noem maar op uh, ja, aan te leren is en mee bezig te zijn. Ja. Ja, het gaat over uh, elkaars taal leren, denk ik. En het gaat over die, die triggerkant. Dus waar, waar, waar dringen we elkaar op? Maar het gaat ook net zo goed, juist misschien wel meer, uh, over waar word je blij van? Hoe kan ik een goede partner voor jou zijn? Ja. Een fijne partner? Um, en dat zijn hele leuke gesprekken. Want dat is natuurlijk sowieso al vaak wat veiliger. Maar het is echt een win-win-win situatie. Omdat je zelf leert uit te zoeken, wat, wat wil ik eigenlijk wel? Ik zeg ook heel vaak, niet klagen, maar vragen. Mensen weten heel vaak helemaal niet wat ze dan moeten vragen. Klagen is een stuk maar makkelijker. Mooi. <laughs> dus ja. nou, het is belangrijk hè, dat je goed kan vertellen wat je eigenlijk nodig hebt. Um, en dat dan vanuit de positieve kant. Dus dat wordt dan ook veel makkelijker ontvangen. In plaats van dat je ruzie krijgt, zit er dan iemand die dat heel graag wil horen. Ja. Maar de ander voelt zich ook gezien en gewaardeerd. Omdat je uitlegt wat wel, juist wel fijn is in die momenten die jouw partner mede mogelijk heeft gemaakt... dat je je wel zo goed voelde. Hmm. Dus iedereen groeit ervan en iedereen voelt zich meer gezien. Ja. En dat, ja, dat is mooi. En dat, zijn, dat kunnen ook thuis hele kleine praktische dingetjes zijn. Weer. Gewoon ook weer elkaar verrassen. Uh, kleine gebaartjes doen van verbinding leggen. Want dat, ja. dat zijn allemaal dingen die een beetje moeilijk worden... op het moment dat je steeds in die strijd zit. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik zie het soms ook als een stel je hebt 100% gedachten en 50% gedachten gaan naar de klaagkant, de moeilijke kant. En dan heb je nog 50% die je gewoon nodig hebt om je leven te kunnen leiden. En als je daar meer ruimte in gaat creëren en meer percentage gedachten op positieve dingen, hoe kan ik een leukere partner zijn? Uh, niet vanuit, ik moet dat doen, anders raak ik hem kwijt, maar gewoon meer van, ik wil de relatie en de moment zo mooi mogelijk maken. Het voelt goed, ik vind het leuk om te doen, ik heb er plezier in. Ja, dat is een, een, een shift in je relatie die zo, zo, echt zo prettig is om mee te maken. Maar ook ja. de kans dat jullie gelukkig op de lange termijn bij elkaar gaan blijven, gigantisch vergroot. Ja, enorm. En we willen natuurlijk allemaal, we hebben allemaal heel erg de behoefte, iedereen om gezien te worden, belangrijk te zijn. Maar ook om het te doen voor ja. de ander. Dus je wil ook graag... Een goede partner, zijn eigenlijk in de kern. Ja. Maar het wordt heel moeilijk als je alleen maar kritiek krijgt. Ja, <laughs> ja, dus, ja. En je, je switcht hem. Ja. Gaat echt het pad in plaats van die, de negatieve kant naar de positieve kant. Ja, mooi. Ik uh, denk dat dit ook een, uh, een heel mooi stuk is om er een einde aan te gaan breien. Mm -hmm. De mooie switch naar de positieve kant van relaties. Ik denk dat alles wat je verteld hebt hier daar een gigantisch belangrijke bijdrage aan kan leveren. Maar voor mensen die nou nog meer willen. Uh, je hebt dus een eigen praktijk hier in Amsterdam. Ik ja. begreep ook dat je een online cursus hebt. waar die mensen kunnen volgen. op het gebied van relaties. Wil je daar nog wat meer over vertellen? Uh, ja, dat is goed. Ja, ik heb een, een praktijk in Amsterdam-Noord. Um, uh, nou, ik heb eigenlijk mensen uit de hele regio. Hoor. Amsterdam en omstreken. Maar sinds er corona is geweest. doe ik ook steeds meer online. Dus ik heb ook mensen in het buitenland. Dus dat mm -hmm. kan voor iedereen. Um, en ik heb inderdaad een online programma gemaakt. Een fijne relatie. Um, met dezelfde website. Ja, eigenlijk omdat ik dacht, ik, ik merk steeds als ik met stellen werk, als we ook gewoon basale kennis dus over een brein of over hechtingspatronen en we weten zo weinig. Mm -hmm. We leren het niet op school en er is zo weinig bewustzijn over al die dingen in die relatie, terwijl dus ja, niemand ontkomt eraan. Ja. <laughs> um, dus zo vaak hoorde ik mensen, jeetje, waarom hebben we dat nou niet op school geleerd? Nou, daar was ik het helemaal mee eens. Uh, en ik kan natuurlijk, ik heb best wel een volle praktijk, maar uiteindelijk kan je online toch echt veel meer mensen bereiken. Mm. Dus ik heb toen een cursus gemaakt, eigenlijk waar al deze dingen in voorkomen, waar je zelfstandig stap voor stap uh, ja, dat kan gaan uitzoeken samen. Mooi. Uh, dus die staat online, kan ook met coaching, eventueel, Doet ook wel eens met stellen dat ik er zo af en toe online dan een sessie erbij doe. Mm -hmm. Dus een beetje afstemmen. Um, en die gaat daarover en hij heet een fijne relatie en eigenlijk tussen haakjes zelfs met kinderen. Uh, en dat kwam een beetje gaandeweg, omdat uh, het is gewoon een cursus die eigenlijk voor alle stellen. Want het gaat over iedereen, omdat dus iedereen diezelfde dynamieken tegenkomt. Maar omdat er natuurlijk toch echt wel veel ook gekeken wordt naar waar, waar komt het eigenlijk vandaan? Wie was ik dan als kind? Ja. En welk kindje in mij eigenlijk doet er dus steeds mee in onze relatie? Mm. En welk kindje in jou? Dat is natuurlijk een onderdeel van dit proces. Um, nou ja, als je ook nog kinderen hebt zelf, uh, zeker als ze wat jonger zijn, ja, dat, dan doet dat dus ook mee. Hey, van hoe, um, hoe is mijn hechting van invloed op mij als ouder? Mm. <laughs> en hoe beïnvloed ik dus in zekere zin nu weer mijn kinderen? Ja, dat voorbeeld belangrijk. geef ik. En mm. hoe, ja, je hebt dus invloed nu al op hun liefdesgeluk later. Dus ik heb steeds na elke module of aan het eind van elke module ook daar wat opdrachten uh, aan gewijd. Mm. Dus je ook. In die zin heel bewust in dat stukje van je ouderschap kan staan. Maar ik krijg vaak mails, daarom vertelde ik het even bij, van is het ook voor mensen zonder kinderen en dat is het ook. Dus ja, ja. <laughs> ik zeg altijd doe het maar. En als je het niks vindt, mail me dan even, maar dat gebeurt steeds niet. Dus. Super. Ik zal um, alles nog in de beschrijving van deze podcast zetten. Voor de mensen die kijken en luisteren daar in de beschrijving ik zal alles terug te vinden zijn. En uh, ik wil jou ontzettend bedanken, Brechtje, voor alles wat je hier met ons gedeeld hebt. Zowel op uh, natuurlijk gewoon... Theoretische vlak, maar ook op het persoonlijke vlak, en dat je je daar zo open stelt. Dus uh, dank je wel daarvoor. En ik dankjewel. vond het uh, een heel mooi gesprek. Dank je. Ja, ik ook. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Super. Top. Boom.